Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe je dit leuke doosje kan maken. Doosjes kun je open en dicht doen. Zo. Laten we beginnen. Voor het doosje heb je twee verschillende papieren nodig. Namelijk het papier voor de onderkant en het papier voor de bovenkant. Het papier van de onderkant moet dus ook kleiner zijn dan het papier van de bovenkant. Anders raakt de bovenkant niet om de onderkant. Natuurlijk is dat nu geen probleem, omdat de bovenkant groter is dan de onderkant. Voor de onderkant neem ik een geel papier, voor de bovenkant een oranje. Ik heb al het gele papier kleiner gemaakt dan het groene papier. Sommige mensen hebben ook al meteen een kleiner en groter papier, dat er niet zoveel verschil op ziet. Als we er nu in elkaars hoek liggen, ongeveer, ja, heb ik ongeveer 1 centimeter verschil genomen. Op deze zijde en op deze zijde. Ik zal het wel even laten zien. Op deze zijde is dat ongeveer 1 centimeter, op de andere zijde is dat hetzelfde. Ik ga met de onderkant starten. Zo. Als je een papier hebt, dat kan altijd, een papier hebt, ik heb het nu in het grijs, met aan de ene kant de ene kleur en aan de andere kant... In dit geval bij mij wit. Dat kan. Moet je goed opletten als je bijvoorbeeld de grijze kant wilt zien. Dus hier zie je oranje. Dan moet je het omgedraaid leggen. En als je dan zoiets of straks gaat vouwen, gaat de grijze kant naar boven komen. Dus dan ga je alleen maar het grijze zien. Dat is belangrijk om te weten, want anders ga je misschien zo starten. Ga je uiteindelijk een wit doosje hebben in plaats van een grijs doosje. Dat wou ik nog even zeggen. We beginnen met de onderkant. Je begint met van punt tot punt te plooien. Ik heb het hier al gedaan. Zo. Dan ga je dat ook zo doen. Dus ook zo nauwkeurig mogelijk. Zo krijg je een netter en mooier eindresultaat. Nu ga je deze zijde naar deze zijde vouwen en deze zijde naar deze zijde vouwen. Zo. Nu vouw je dit punt naar hier, dit punt naar hier, dit naar hier. Alle punten naar het midden. Doe er eentje voor. Zo. Zoals dit. Nu vouw je alle zijden naar het midden. Dus eerst deze zijde naar het midden. Dan de andere zijde. En zo. Ik zal er nog eens eentje voor doen. Dus deze zijde naar het midden. Ik vouw hem terug open en doe het met de andere zijde. Nu heb ik het met alle zijden gedaan. En het vierkant dat je in het midden ziet, wordt de oppervlakte van het doosje. Dus bijvoorbeeld bij het rode is het dit, wat je nu allemaal ziet. Het is misschien een beetje moeilijk met het licht. Maar is het dit, dit. Dus de oppervlakte van het vierkant zal de oppervlakte zijn wat er kan inliggen. Zo. Nu vouw je twee overstaande driehoeken open. En ga je deze zijde nog eens even naar het midden plooien. Nog eens vouwen. En ga je nu extra vouwen of plooien op de hoeken.
Doe je ook aan de andere kant. Dan zal het straks gemakkelijker zijn om iets te plooien. Nu zijn we aangekomen aan de moeilijkste stap van ons bakje of doosje. Je hebt namelijk deze twee driehoekjes. Die ga je pakken. Zo. Dat doe je zo. Dus ik heb twee driehoekjes. Ik leg die zo. En dan vouw je het andere erover. Zoals dit. Ik zal het ook nog bij de andere kant voordoen. Dus ik heb twee driehoekjes. Ik vouw het over. Zo. Ik vouw het er tegen de rand. En dan vouw ik dit allemaal erover. Kun je nog een beetje verstevigen. Nu zie je dat het ondervlak nog niet echt vasthangt. Als je dat toch nog zou willen, kun je onder alle driehoekjes even lijm doen. Of plakband, maakt niet uit. Ik ga het met lijm doen. Nog even met lijm. En dan blijft het beter plakken, dan is het mooier. Zoals dit. Dus ik heb onder elk driehoekje, lijm gedaan en dat er dan opgeplakt. Nu blijft het zitten. Nu doe je dat ook bij je andere papier. Dus ook helemaal hetzelfde vouwen. Kijk anders even de video opnieuw voor het de bovenkant te maken. En nu is je doosje klaar. Nu kun je ze gewoon op elkaar zetten. Zo. Ik hoop dat jullie deze video een superleuke video vonden. Doe dan dat blauwe duimpje omhoog als het bij jou thuis ook gelukt is. Of als je dit gewoon een superleuke video vond. Abonneer gratis op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En tot een volgende video.